Ja, ik vind de prijzen inderdaad, die lopen aardig de spuigaten uit. We zijn aan het intrainen zeg maar, om met wat minder te doen. Een lekkere deken over je heen. Lekker knullig, helemaal. Bent u het daarmee eens, meneer? Ja, het moet wel, hè. We hebben de eerste nachtvorst alweer gehad. En dat betekent thuis lekker het kacheltje aan. Maar ja, met die hoge energieprijzen durf jij hem eigenlijk nog wel lekker op te draaien? Dat gaan we vragen hier in Deventer. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of u de kachel al aan heeft gehad thuis. Nee, niet. We hebben hem heel laag staan. Nee, helemaal niet. En waarom niet? Het is toch hartstikke mooi weer, joh. Dus ik hoop dat het weer goed blijft, zodat we zo lang mogelijk de kachel uit kunnen houden. Mijn vrouw die zei van, nou, ik vind het een beetje koud. Ik zeg, nou, dan zet je de verwarming toch aan. Nee, nog niet. Ja, ik heb hem van de week s'avonds 10 minuten aangedaan toen het op temperatuur was. En toen heb ik hem direct daarna weer uitgedaan. Nou, nee, het is gewoon nog lekker warm in ons appartement. Ja, we hebben hem lager gezet, bewust. We zijn aan het intrainen, zeg maar, om hem met wat minder te doen. Ja, dus dekentjes, dikke truien. Ja, ik heb hem bewust uitgezet. Ja, toch wel, ja? Ja, ik vind de prijs inderdaad, die lopen aardig de spuigaten uit. Nee. En waarom niet? Want we hebben alweer nachtvorst gehad, hè? Het wordt alweer koud s'avonds. Ja, ik had het s'nachts wel koud. Maar ik ben nooit koud. Nee, ik heb thuis een lekker warm kacheltje om naast te kruipen, dus wat dat betreft, nee. Een elektrisch kacheltje? Nee, liefde van mijn leven. Dekentje op de bank. Ja, dat wordt hem, gewoon een extra truitje aan en een dekentje. Ja hoor, zeker weten, ja. Lekker knullig, helemaal. Ja, lekker helemaal opgekruld op de bank. Veel lekkerder dan een warme kachel. Bent u het daarmee eens, meneer? Ja, het moet wel, hè. Ben je mee bezig met de verwarming en de energieprijzen? Sinds vorig jaar hebben we eigenlijk al een elektrisch kacheltje aangeschaft in plaats van een cv. Extra isolatie. En de warme kraam gebruiken we ook beneden niet meer, want dat doen we gewoon met de waterkoker. Omdat we de energie van de zonnepanelen krijgen. En aan het kijken van oké, kunnen we wat minder douchen en op die manier. Kleding natuurlijk wel een beetje op aanpassen, extra wollen trui aan en zo. En we hebben nu net een infrarood panel. Die zet je dan gewoon voor je neer als je televisie te kijken en heb jij het gewoon lekker warm. Dat is elektrisch en die geeft alleen jou de warmte, net als een zon. Wij stoken alleen op hout, dus wij hebben geen gas. Dus ik heb een houtkachel. Even een houtkachel? Ja, niet goed hè. Is niet goed, is wel lekker met deze energieprijzen. Ja, daarom. Is nou hout ook heel veel duurder geworden, vraag ik me af? Het zit zelfs sprokkelt niet. Laatst was er in het bos een boom omgevallen en de boswachter wilde er vanaf. We mochten hem meenemen. En zo kom je aan splinter door de winter. Hartstikke idee. En je kijkt ook niet met angst en beven uit naar een nieuw voorschot wat in één keer 4 keer over de kop gaat? Nee. Ja, die is heel iets omhoog gegaan, ja. 240 naar 360. Nou ja, ik ben ruim 100 euro qua voorschot naar voren gegaan. Dus ik kun wel terugschroeven, maar jij hebt een van het jaar er last van. Dus ik probeer wat te bezuinigen dit jaar. U redt het nog wel? Nee. Dat is een consequentie van de oorlog die gevoerd wordt in Europa. Dat is dichtbij. En dat daardoor energie duurder wordt, et cetera. Dat begrijp ik. Maar dan is het niet de energierekening, maar ook die producten die je wil kopen. Dus ja, het is van twee kanten. Ja, dan telt alles heel snel bij elkaar op natuurlijk. Dan is je maandloon binnen 2 weken al weg. En de mensen die de lasten niet kunnen dragen, ja, hopelijk komt daar een goede compensatie voor. Ja, u heeft nu een lekker dicht vest aan, die kunt u binnen ook natuurlijk gewoon aan doen. Ja, dat is waar. Daarom heb ik hem ook nog aan waarschijnlijk.